Welkom bij een nieuwe aflevering van Goudkoorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is geen Bart Brands, overigens ben ik ook geen elementaal specialist. En vandaag gaan we het hebben over... Oh. Ja? Hey Bart, hoi. Oh, ja, nee, ja. Oh, toch wel. Oké, nee, dan schakelen we over, naar jou. Ja, nee, helemaal goed, oké. Goed, nou, dat waren mijn 2 minutes of fame. We schakelen over naar Bart Brands, de echte Bart Brands. Ciao. Welkom bij een nieuwe aflevering van Goudkoorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brands en ik film vandaag vanaf de prachtige Bonaire. We zitten hier bij Sebastian's, een schitterend restaurant dat helaas op dit moment gesloten is. Maar wij mochten hier wel, met dit schitterende uitzicht, even een aflevering van Goudkoorts opnemen. Daarvoor natuurlijk heel veel dank ook aan de eigenaar van Sebastian's. Ik begin inhoudelijk even over de huizenmarkt in Nieuw-Zeeland. Het is namelijk zo dat de huizenprijzen in Nieuw-Zeeland in 1 jaar tijd met 20% zijn gestegen. Nou, dat maakt voor iedereen met een modaal salaris het kopen van een huis in Auckland bijvoorbeeld onmogelijk. Steeds minder mogelijk in ieder geval. En het is ook het gevolg van het ruime monetaire beleid dat ook in Nieuw-Zeeland is toegepast. Auckland is daarmee overigens op dit moment de op 3 na duurste stad ter wereld. Nou, ik denk dat dat als direct gevolg van het ruime monetaire beleid een ander voorbeeld is van hetzelfde wat we eigenlijk in Nederland zien. Namelijk constant stijgende huizenprijzen, constante druk op de huizenmarkt en het steeds minder bereikbaar worden van huizen, van het kopen van een huis voor nou ja, de gemiddelde Nederlander. En ik heb het vorige week ook even benoemd. Kunnen we dat dan zien als een vorm van inflatie? Nou, ik ben van mening van wel. Tegelijkertijd laat de ECB ook deze week weer weten dat zij het vermoeden hebben dat de inflatie ontzettend laag zal blijven. Ook de komende jaren. Namelijk onder de 2%. Zij doen dat natuurlijk met een eigen mandje van producten en diensten die ze daarvoor gebruiken. En laat de huizenmarkt daar nou niet tussen zitten. Goed, reden denk ik om nou ja, te twijfelen aan of die inflatiecijfers, zoals ik hier vaker doe, of die wel terecht zijn. Ik denk dat het ook even goed is ook over de ECB te hebben als het gaat om nou, allereerst die 1850 miljard aan PEP. Dat PEP-programma waarin leningen worden opgekocht door de ECB. En er zijn namelijk een aantal haviken. Ik heb wel eens uitgelegd, binnen het bestuur van de ECB zitten grofweg 2 soorten mensen. Je hebt haviken en duiven. Haviken die zijn eigenlijk wat fiscaal net iets conservatiever dan de duiven. En de haviken die zijn nu eigenlijk al aan het kijken, ja, maar wat nu daarna? Als die 1850 miljard is uitgegeven, gaan we dan nog meer uitgeven? Wat gaan we doen om uiteindelijk ook die leningen weer ja, de markt in de markt te kunnen plaatsen? We zien in het verleden dat op het moment dat dat wordt getracht, dat je eigenlijk een hele heftige reactie ziet van de markt. De aandelenmarkten beginnen direct te corrigeren. Beleggers worden er heel erg nerveus van. En ja, dan zie je direct ook weer een draai van de Fed, de ECB, als het gaat om dat monetaire beleid met die hele lage rentes die uiteindelijk natuurlijk weer veroorzaken wat? Nou, inflatie. Want al dat kapitaal, dat moet ergens instromen. En dat stroomt dus bijvoorbeeld in huizen, dat stroomt bijvoorbeeld in edelmetalen of, wat we hebben gezien, in Dogecoin. Want daar ga ik het nu even over hebben. Want Dogecoin is in de afgelopen 7 dagen ongeveer 6 keer zoveel waard geworden.
We hebben ook weer een correctie gezien. Eigenlijk meer in de andere cryptocurrencies dan in Dogecoin zelf. En wat nou leuk is om te noemen eventjes, is dat... Nou, we hebben natuurlijk, er zijn duizenden verschillende cryptocurrencies. En de cryptocurrency market cap is eventjes onder de 2 biljoen geweest. We zagen een forse correctie, ook van Bitcoin. Maar we zijn er inmiddels weer bovenuit hoor. Maar Dogecoin specifiek vind ik goed om even te noemen. Omdat als we kijken naar een artikel dat is gepubliceerd op Yahoo, dan kunnen we lezen dat, dat bijna de gehele market cap van Dogecoin in bezit is van 100 wallethouders. Nou ja, ik denk dat als we dan kijken naar wat dan in de cryptocurrency market een pump and dump wordt genoemd, dat we wellicht... dat als je Dogecoin hebt, dat je in ieder geval je daarvan bewust moet zijn. Dat er dus maar een hele kleine groep mensen is die een gigantische hoeveelheid Dogecoin bezit. En het is natuurlijk gestart als een meme coin. Eigenlijk een soort grapje. En inmiddels heeft het een market cap van meer dan 50 miljard. Iets om in de gaten te houden. Wat ik ook even wil laten weten is dat... de ECB een onderzoek heeft gedaan naar de leenvoorwaarden van banken. En we zitten met de hele wereld in die pandemie. En wat zien we? Dat eigenlijk sinds 2012 de leenvoorwaarden van banken niet zo streng zijn geweest als nu. Wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? U en ik, als wij een lening willen voor een bedrijf. Stel je hebt een onderneming en je staat het water staat je aan de lippen. Dan kun je nu veel minder snel in aanmerking komen voor een lening van de bank. Samen met de ton waarvoor je nu al in negatieve rente moet gaan betalen, denk ik dat het steeds minder aantrekkelijk wordt om zaken te doen met de bank. En dan is het weer leuk om even te kijken naar wat we zelfs op Spotify hebben gezien, namelijk dat DNB... reclame aan het voeren is voor het behoud van het depositogarantiestelsel. Ze zeggen eigenlijk op Spotify, laat je geld op de bank staan, want het is verzekerd onder depositogarantiestelsel. Ik zal nog een keer een hele uitzending wijden aan het depositogarantiestelsel. Hoe zit het in elkaar? Waar heb je recht op? Waar heb je geen recht op? Is het houdbaar? En wat heeft het eventueel falen van een grote systeembank voor gevolgen voor het depositogarantiestelsel. Maar ik vind het toch leuk om even te benoemen, omdat het eigenlijk heel vreemd is dat de Nederlandse bank reclame aan het maken is voor het depositogarantiestelsel op een podcastplatform. Als laatste wil ik toch het ook even hebben over de staatsschulden. Wat blijkt? Een kwart van de staatsschulden die in het afgelopen jaar zijn aangegaan, die staan op de balans van centrale banken. Dat gaat om duizenden miljarden, zo'n 5 biljoen. En een kwart van die staatsschulden, die 5 biljoen, die staat dus op de balans van centrale banken. Dat moet daar op een bepaald moment weer af. Of dat kan, we zien in ieder geval in het verleden dat eigenlijk nooit lukt. Allerlaatste puntje. Wij hebben inmiddels met het YouTube-kanaal de 5000 abonnees overschreden. Yes. Ik ben jullie daar altijd enorm dankbaar voor. Ik vind het onwijs mooi dat jullie kijken, dat jullie zo massaal reageren ook op onze video's. Wie wat te vieren heeft, die trakteert. En ook deze week zullen wij dus weer zo'n prachtige Gold Republic pen gaan verloten onder één van de kijkers. Als je in aanmerking wil komen voor deze pen, laat hieronder even een reactie achter. Like deze video even. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan even op ons kanaal. En dan, wie weet, kan ik jou blij maken met deze prachtige pen. Ik noem nog heel even het interview dat ik heb gehad met mijn collega Alexei, met Brad King. Brad King is een futurist. En het interview is ontzettend interessant geworden. Kijk dat ook even. Het is wel Engelstalig, maar als je de Engelse taal machtig bent, denk ik een ontzettend mooie aflevering om even naar te kijken. Goed,
Mocht je dit nou een leuke uitzending hebben gevonden, like hem dan even. Heb je een vraag of een opmerking hieronder in de comment section? Ik probeer altijd zelf even te reageren. En dan zien we elkaar hopelijk bij een volgende uitzending van Goudkorts.